Goeiedag en welkom bij aflevering 24 van mijn Key Road met Manchester United. Op de vorige speeldag is er iets gebeurd. Liverpool heeft punten laten liggen, dus we zijn kampioen van de Premier League. Ik vind het jammer dat we door te spelen niet kampioen zijn geworden, maar zoals u daar kunt zien, Manchester United pakt de Premier League titel. Manchester United hebben de Premier League titel gewonnen na een seizoen vol competitief en prachtig voetbal, zowel voor de fans als de spelers. We zijn dus kampioen, dat is zeer leuk, maar hopelijk kunnen we nog de beker omhoog steken. Dat was bij mijn Antwerp Career Mode niet het geval, maar hopelijk wel hier bij United. Ik hoop in de laatste thuiswedstrijd dat we daar dan de beker de lucht in kunnen steken. Maar dat zullen we nog wel zien in een aantal afleveringen verder. Dan hebben we een aanbieding gekregen voor bondscoach te worden van Uruguay. Maar dat bod gaan we afwijzen. Daar heb ik geen zin in. En voor Paraguay gaan we ook afwijzen. Dan is er een persconferentie. En daarin gaan we Manchester United loven voor het behalen van de titel. En dan zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd. De gala-wedstrijd thuis tegen de nummer 2 Liverpool. We zijn al kampioen. Maar deze wedstrijd, en zeker dat die thuis is, willen we toch wel winnen. Ik zie jullie bij de wedstrijd. En dan, zometeen, Manchester United tegen Liverpool. Toch wel een grote topper in Engeland. Goeiedag allemaal en welkom hier op Old Trafford voor de wedstrijd tussen United en Liverpool. Martin Tyler en Alan Smith geven het wedstrijd commentaar. Spelers komen het veld op onder luid applaus van de supporters die zeer blij zijn met de nieuwe titel voor Manchester United. De stand 86 punten na 30 wedstrijden en Liverpool 59 na 30 wedstrijden. Great confidence from the 2-1 win, but I do have them down for a draw here. It was Bobby Charlton, I think, who nicknamed this ground the Theatre of Dreams, and he certainly made a lot of his dreams and Manchester United fans' dreams come true as a player, and of course has been associated with the club ever since. Yeah, and many entertaining flair-filled teams have graced the surface here, and of course the stadium's changed beyond recognition over the years. It's a real group mentality in this lineup. Zijn de opstelling: De Gea in doel, Valencia, Lindelöf, Kompany, Marcelo, Fellaini, Mkhitaryan, Pogba, Ronaldo, Lukaku en Rashford. Hoofdcoach natuurlijk Sir Alex Ferguson. En bij Liverpool Karius in doel en Alexander-Arnold, Klavan, Matip, Robertson, Lallana, Kahn, Henderson, Mané, Firmino, Meunier. Klopp is de trainer. En zo te zien, Salah niet op de bank, maar dat kan mij vergist hebben. En dan beginnen we eraan. We zijn vertrokken. Dan Mané. Mané trapt hem naast. Eerste mogelijkheid van de wedstrijd. En Fellaini. Pogba. Lukaku wordt gered door Karius. Dan Firmino naar Mané. En die trapt staalhard Liverpool op voorsprong in de linker bovenhoek. Hoek. Liverpool leidt na 13 minuten hier op Old Trafford.
Dan Rashford. Ronaldo met de gelijkmaker. Lang hebben we er niet op moeten wachten. Cristiano Ronaldo met de 1-1. Zie. Voor Ronaldo is het zijn 13e doelpunt in de Premier League. Dan Emre Can, Firmino, maar die bal gaat ver naast. Dan Lukaku met een wondermooie trap en die gaat binnen. 2-1, getekend Romelu Lukaku. Zeer mooi doelpunt van onze Belg. Karius, tweede keer geklopt. Voor Lukaku is het zijn 23e doelpunt in de Premier League. Dan Rashford, Lukaku en die tikt de 3-1 binnen. Mooie voorzet, mooi afgewerkt en net voor rust leiden we met 3-1. Weer de Belg voor zijn 24e in de Premier League. En dan gaan we rusten met een 3-1 voorsprong. Een verdiende voorsprong. We waren de betere ploeg. We hadden meer kansen. Maar we moeten wel gaan oppassen. Want Liverpool, sterke ploeg. En hebben toch een paar keer zeer mooi voetbal laten zien. 3-1 is de ruststand. Dan beginnen we aan de tweede helft. Dan Munien. Firmino, maar gered door De Gea. Dan de hoekschop met Henderson. En de handsbal van Paul Pogba. En de bal gaat op de stip. Zeer jammer dit. Dan Mané achter de bal. En Mané trapt de 3-2 binnen. De Gea de verkeerde kant op. En Sadio Mané gaat vieren bij zijn coach. Ja, we moeten terug een beetje wakker worden. Dan Lukaku, Rashford. Net naast. Grote mogelijkheid. Gaan we wissel doorvoeren. Paul Pogba met geel. Wordt vervangen door een Didi. Want we willen geen rood pakken in deze wedstrijd. Dan Lukaku en die trapte 4-2 binnen. Derde doelpunt voor Romelu Lukaku. Zo scoort hij zijn 25e doelpunt in de Premier League. Dan Mané naar Salah en Salah trapte 4-3 binnen. Weer alles te herdoen. 82e minuut. Wat gaat er nog gebeuren? Dan Emre Can naar Firmino. Firmino alleen op de GF. En die trapt de 4-4 binnen. Dit is zo kak. Jammer. Maar we zijn toch kampioen. Hahaha. En dan is de wedstrijd afgelopen. We spelen hierna een zeer mooie wedstrijd. 4-4 tegen Liverpool. Al bij al geen slecht resultaat. Met dat Liverpool de enige is die een klein beetje in de geburen komt van ons dit seizoen. Lukaku met de hat-trick. Zeer belangrijk deze wedstrijd. En Mané met zijn 2 doelpunt ook zeer belangrijk voor Liverpool. Ja, Mané, Salah en Firmino hebben gescoord voor Liverpool. Maar het kan ook niet anders. Wie anders zou daar scoren? 4-4 de eindstand tussen United en Liverpool. En zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd en die spelen we thuis tegen Swansea City. Ik zie jullie graag terug bij de wedstrijd. Goedendag allemaal en welkom hier op Old Trafford voor de wedstrijd tussen Manchester United en Swansea City. We zijn commentaris Martin Tyler en Alan Smith. Zoals we kunnen zien, jongens, de captain. Dus ons B11-tal komt aan de aftrap. Wij staan eerstes. SYC 17e. Finding the net
Ze hebben het best scoren in het team met 83 doelpunten. En op tweede plek staat Liverpool met een heel deel minder. Lingard is terug uit blessure en maakt zijn eerste basisplaats achter zijn blessure. De Gea in doel, dan Fosu-Mensa, Jones, Rojo, Young, Ndidi, McTominay, De Rossi, Martial, Lingard en Zlatan Ibrahimovic. Hoofdcoach Sir Alex Ferguson. En dan nu voor Swansea, Mulder in doel, dan Odriozola, Hernandez, Van der Hoorn, Fernandez, Baines, Britton, Fer, Mesa, Guidetti en Bonny zijn de spitsen. Paul Clement is de hoofdcoach. In that draw at home in their last game against Liverpool. Yeah, I mean it was open entertaining that 4-4. We won't forget Anthony that. Taylor is de scheidsrechter en hij zal alles in goede banen laten leiden. Taylor is the man in charge of the game today. En Swansea start met het balbezit. En we zijn eraan begonnen. Dan Martial, de trap, net over. Grote mogelijkheid, Anthony Martial. Dan Guidetti, met de Gea met de redding. Dan Lingard, wordt gered door Mulder. En de corner met Martial. En wordt daar met de hand aangeraakt door Lucas. Dus penalty United. Ibrahimovic zet zich achter de bal. Hij gaat naar de linkerbovenhoek trappen. Zlatan 1-0. Mooie omgezette penalty. En we leiden met 1-0 na 28 minuten. Zijn 12e doelpunt in de Premier League. En dan gaan we rusten met een 1-0 voorsprong in een wedstrijd. We spelen met ons bijelftal. Dus het is minder van kwaliteit. Niet slecht. Maar het moet wel beter als we de voorsprong willen vergroten. Buiten de kans van Martial en de penalty hebben we niet veel gebakken. Ruststand 1-0. Dan beginnen we aan de tweede helft. Dan Martial naar Young Ibrahimovic 2-0. Mooie aanval, mooi afgewerkt door Zlatan. 50ste minuut. We staan voor met 2-0. Zeer belangrijk doelpunt. Voor Ibrahimovic zijn 13e doelpunt in de Premier League. Dan Young alleen op Mulder af. Young wordt gered door Mulder. Grote mogelijkheid. Dan Guidetti met de aansluitingstreffer. 2-1 getekend Guidetti. Gaan we een wissel doorvoeren. Young wordt naar de kant gehaald. En Michael Carrick komt in zijn plek. Lingard op rechts. En Guidetti. Lucas wordt gered door De Gea. Maar Van der Hoorn is goed gevolgd. En tikt de 2-2 binnen. Ja, die moest gedekt worden. Maar dat waren we helemaal vergeten. Dan komt Welbeck nog McTominay vervangen. En nog een vrije trap voor Zlatan. Die gaat goed op de lat. En wordt dan weggewerkt. Grote mogelijkheid, Zlatan. Maar de wedstrijd is afgelopen. We spelen hier 2-2 gelijk tegen Swansea. In een wedstrijd dat we eigenlijk wel hadden moeten winnen. We waren de betere ploeg. Maar konden niet genoeg kansen creëren voor echt aanspraak te maken op de overwinning. Swansea zeker niet slecht gespeeld. En ik denk dat zij zich wel zo redden voor in eerste klasse te blijven. Eindstand 2-2, doelpunt van Ibrahimovic, Van der Hoorn en Guidetti.
En dan is er een speler van de maand bekendgemaakt. En deze maand is dat Romelu Lukaku van Manchester United. Dan gaan we kijken naar de tabellen. Op plaats 1 United met 88. Dan volgt Liverpool met 63. Southampton blijft van boven met 52. Tottenham heeft er 51. Manchester City heeft zijn weg daarboven de laatste weken zeer goed ingezet. En staat op een vijfde plaats met 47. Dan volgt Arsenal met 45. Chelsea en Everton hebben beide 44. West Brom heeft er 43. Dan zijn er een aantal ploeg met 41. Het zijn Burnley, West Ham, Stoke, Bournemouth en Leicester City. Dan volgt Watford met 37 punten en zij lijken gered te zijn. En op plaats 16 Swansea en Crystal Palace. Dan volgt Newcastle United met 28 punten. Zij kunnen zich nog redden. Brighton heeft 25 punten. Zij kunnen zich ook nog redden. En ik denk dat het sprookje voor Huddersfield afgelopen is. Zij zullen terug naar de Championship vallen. En dan zijn we hier bij de topscorers. United-speler Lukaku is topscorer met 25 doelpunten. Dan Shaqiri en Firmino hebben er 15. Ronaldo en Ibrahimovic hebben er 13. Dan bij de assist Ronaldo en Mkhitaryan beide op kop met 16 stuks. Dan volgt Rashford met 12. Dan volgt Lanzini van West Ham. Die heeft er 8. Bij de 0 tegen doelpunten De Gea natuurlijk op kop met 13 stuks. En dan volgen Loris en Karius. Gele kaarten. Lejeune van Newcastle United en Miljovic van Crystal Palace hebben er bij de 7. En met de rode kaarten gaan we kijken dat van United allemaal een rode kaart heeft gehad. Als Kompany, Young, Fellaini. En dat is het. Dit was het dan voor deze aflevering. Ik hoop dat u er aan genoten heeft. Ik zie jullie heel graag terug bij de volgende. Bedankt en bye bye.